Vandaag gaan we kijken naar twee erg belangrijke termen, significante cijfers en eenheden. Belangrijk omdat ze eigenlijk bij elke opgave die je maakt terugkomen. En ik wil beginnen met een gedachte-experiment. Stel, ik zou je vragen, um, kun je me zeggen zonder in je portemonnee te kijken hoeveel geld er in je portemonnee zit? Dan is de kans groot dat je zou zeggen, ja goh, ik denk iets in de orde van 7 euro. Vervolgens geef ik je 10 cent. En dan geef ik je de opdracht om die 10 cent in je portemonnee te doen, bij het andere geld, zonder te kijken. En vervolgens zou ik je vragen, kun je me zeggen hoeveel euro er nu in je portemonnee zit? En de kans is groot dat je dan zou zeggen, ja, nog steeds 7 euro. Waar is nu die 10 cent gebleven? Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat uh, het bedrag wat er in jouw portemonnee zit, dat dat een schatting was die jij hebt gemaakt. En wat blijkt nu het geval te zijn, wanneer je te maken hebt met meetwaarden bij natuurkunde, dan bevatten al de meetwaarden die je gebruikt en ook de meetwaarden die staan aangegeven in opdrachten, die bevatten een zekere schatting. Schatting is hier eigenlijk niet het nette woord. We zouden eerlijk eerder zeggen, ze bevatten een bepaalde onnauwkeurigheid. En dat heeft te maken met het feit dat er geen enkel meetapparaat bestaat die oneindig precies een bepaalde grootheid kan meten. Elke meetapparaat heeft een bepaalde beperking en kan uh, een bepaalde meting maar tot op een zekere nauwkeurigheid uitvoeren. Met die nauwkeurigheid moeten we rekening houden. En dat doen we door uh, allereerst aan te geven bij elke meetwaarde hoe nauwkeurig of hoe onnauwkeurig die meting is uitgevoerd. En dat doen we aan de hand van significante cijfers. Even een voorbeeldje. Stel, ik heb een, een grote tafel en ik meet de lengte van die tafel. Die uh, blijkt dan 2 meter te zijn. Uh, en ik uh, voer deze meting twee keer uit. Zoals je hier ziet, lengte is 2 meter en lengte is 2,000 meter. Dan zou uh, wiskundige zien hier twee keer hetzelfde staan. Maar voor een natuurkundige is hier een duidelijk verschil waarneembaar. Een natuurkundige zal zeggen dat de eerste meting is uitgevoerd. Uh, met één significant cijfer en de tweede, maar liefst vier significante cijfers heeft. En de natuurkundige zal dan ook zeggen: De tweede meting is nauwkeuriger uitgevoerd dan de eerste meting. Eigenlijk staat hier het volgende. Bij de eerste meting heb ik een meting gedaan waarbij ik de lengte van de tafel heb gemeten en kan zeggen dat die ligt ergens tussen de anderhalf en de 2,5 meter. Dus die twee die kan ik met zekerheid neerschrijven. Maar niks meer dan dat, want de meting is gewoon vrij onnauwkeurig uitgevoerd. Bij de tweede meting, omdat er staat 2,000 meter, weet ik dat uh, die tafel een lengte heeft ergens tussen de 1,9995 meter en de 2,0005 meter. Eigenlijk kun je wel zeggen hoe meer significante cijfers uh, een meetwaarde heeft, hoe nauwkeuriger de meting is geweest. Bij alle meetwaardes moeten we dus rekening houden met de significantie van die meetwaarde. Nou, een ander voorbeeldje, stel, ik zou uh, de massa van de aarde willen gaan bepalen en deze uitdrukken in kilogrammen. Nou, uh, de massa van de aarde is te bepalen. En dat blijkt in de orde te liggen van een, een 6 met 24 nullen erachter. Zou ik dit zo opschrijven: een 6 met 24 nullen, dan uh, is dat ten eerste erg onpraktisch. Het leest ook heel moeilijk af. Maar ten tweede, en dat is eigenlijk nog veel uh, gevaarlijker, zou ik dan uh, zeggen dat ik een meetwaarde heb die maar liefst 25 significante cijfers heeft. Dan zou dat dus betekenen dat ik de massa van deze aarde enorm precies heb kunnen meten. Om dat probleem te omzeilen, ga ik gebruik maken van de natuur, natuurwetenschappelijke notatie. En met de natuurwetenschappelijke notatie ben ik in staat om elke meetwaarde, in elk gewenst aantal significante cijfers te kunnen opschrijven. En die natuurwetenschappelijke notatie ziet er als volgt uit. Ik schrijf mijn meetwaarde op in de vorm a maal 10 tot de macht B. Waarbij A een getal is tussen de 1 en de 10. En B een geheel getal is en die kan positief zijn bij een groot getal en die kan ook negatief zijn bij een klein getal. Nu kan ik wel de massa van de aarde opschrijven. En die blijkt dan uh, te zijn uh, volgens BINAS 5,972 x 10 tot de macht 24 kilogram. Vier significante cijfers. Dus ik weet hem eigenlijk best precies, maar echt niet op 25 cijfers significant. Twee andere voorbeelden, waarbij ik uh, meetwaarden omschrijf uh, met behulp van een natuurwetenschappelijke notatie in twee significante cijfers is de meetwaarde 1234. Nou, die is makkelijk. Die moet je dus afronden en opschrijven in de vorm van 1,2 maal 10 tot de macht 3. De tweede is een kleine meetwaarde 0,00246. Dan moet je natuurlijk even opletten met het afronden dat je het moet afronden naar boven en dan komt eruit 2,5 maal 10 tot de markt 3. En hier is ook iets interessants te zien. Uh, namelijk het volgende, dat de nullen bij een kleine meetwaarde, de nullen voor het eerste getal dat niet nul is, die doen niet mee als significante waarde. Dus uh, die 0,000246 is een meetwaarde opgeschreven in drie significante cijfers en niet in 6. Wanneer je nu gaat rekenen met het meetwaardes, dan moet je ook met het uitrekenen rekening houden met die significantie. En daarvoor kun je twee vuistregels toepassen. En de eerste vuistregel die we gaan bekijken, die gaan we toepassen wanneer we twee meetwaarden gaan vermenigvuldigen met elkaar of delen op elkaar. En de vuistregel ziet er als volgt uit. Het antwoord heeft altijd evenveel significant cijfers als het, de meetwaarde die je hebt gebruikt met het minst aantal. Ja, dit, dit ziet er uh, vrij uh, taai uit, dus uh, dit moeten we even gaan laten zien in een voorbeeldje. Dit is het voorbeeldje. Ik uh, ga hier gewoon een uh, snelheid uitrekenen en de snelheid is uh, een afstand gedeeld door de tijd. De afstand heb ik gemeten op drie cijfers significant, maar de tijd heb ik maar op één cijfer significant gemeten. De tijd heeft het minst aantal significante cijfers, namelijk 1, dan moet ik mijn. Uitkomst van deze berekening ook in slechts één significant cijfer opschrijven en dan komt er dus uit 3 meter per seconde. Even een tussendoortje, ik heb opgeschreven 3 meter seconde min 1. Let er even op dat je doorkrijgt dat meter maal seconde min 1 dat dat precies hetzelfde is als meter gedeeld door seconde. Let er ook op dat je uh, berekeningen kunt hebben waarbij niet alle waarden in die berekening een meetwaarde uh, hoeven te zijn. En als voorbeeldje geef ik even de berekening van de oppervlak. oppervlak van een cirkel is gelijk aan pi r Die pi, die ik hier geel heb gemaakt, is geen meetwaarde. Pi is gewoon bekend. Hoef je niet te meten. En die is gelijk aan 3,1415, et cetera. Je zou kunnen zijn, zeggen dat π oneindig veel significante cijfers heeft. En je hoeft dus ook nooit rekening te houden met het getal pi. Als je gaat kijken hoeveel significante cijfers jouw antwoord moet hebben. In dit geval... Is r in twee cijfers significant gegeven, 25 meter, dan moet ik mijn antwoord uiteindelijk ook in twee cijfers significant opschrijven en dan komt eruit 2,0 mal 10 20, 3 vierkante meter. Dan hebben we natuurlijk ook nog uh, optellen en aftrekken. Die heeft zijn eigen vuistregel, die is uh, iets uitgebreider, nou ja, niet uitgebreider, maar iets lastiger dan uh, de eerste vuistregel, want bij uh, optellen en aftrekken moet je gaan kijken naar het aantal cijfers achter de komma bij elk van je meetgegevens. En het minst aantal cijfers achter de komma bepaalt ook hoeveel cijfers achter de komma het antwoord moet hebben. Ook hier zit een klein allertje onder het gras: uh, zet eerst alle meetwaarden in dezelfde eenheid voordat je gaat kijken naar het aantal cijfers achter de komma. Nou, snel een voorbeeldje om het te verhelderen. Stel, ik zou twee massas bij elkaar optellen. 1,2 kilogram en 240 gram wil ik bij elkaar optellen. En ik wil ook rekening houden met het aantal significante cijfers. Dan moet ik eerst die 240 gram omschrijven naar kilogrammen. Ja, of de kilogrammen omschrijven naar uh, grammen. Het is maar wat je kiest, maar ik kies voor de eerste. Dus ik schrijf die 240 gram op in kilogrammen. Ik verander niet het aantal significante cijfers en dan krijg ik dus 0,240 kilogram. Let erop dat dit dus in drie cijfers significant gegeven is, want die eerste 0 telt niet mee. Nu kan ik ze bij elkaar optellen: 1,2 kilogram en 0,240 kilogram. De vuistregel zegt: kijk naar het aantal cijfers achter de comma. Mijn eerste meetwaarde heeft één cijfer achter de comma, mijn tweede meetwaarde heeft er maar liefst drie. Het minst aantal bepaalt het aantal cijfers achter de comma van mijn antwoord. En mijn antwoord moet dus opgeschreven worden in één cijfer achter de comma. Nu kan ik ook even terugkijken naar het gedachte-experiment waarmee ik uh, ben begonnen. Ook dat was een uh, optelling, in dit geval van twee um, uh, geldbedragen. Wat bleek nu het geval te zijn? De onzekerheid in mijn eerste geldbedrag, en dat was dus het bedrag dat ik in mijn portemonnee had zitten, uh, was. Groot, zo groot, dat het tweede geldbedrag uh, eigenlijk wegviel tegen die onzekerheid. Ik wist de hoeveelheid uh, euro in mijn portemonnee, plus of min 50 eurocent ongeveer, het was ongeveer 7 euro, één cijfer significant, doe ik er vervolgens 10 eurocent bij, ja, dan verandert er uiteindelijk dus niks aan mijn uh, totaalbedrag als ik netjes ga blijven kijken naar die significante cijfers. Tot slot kijken we nog even naar uh, het werken met eenheden bij natuurkunde. Er blijken uh, zeven basis eenheden te zijn: de meter, de seconde, de mol, de kilogram, de kelvin, de ampère en de candela. Uh, die hoef je niet uit je hoofd te leren, uh, want ze staan in binas in tabel 3a. Alle andere eenheden zijn natuurlijk nog uh, massa's eenheden meer, maar al die andere uh, eenheden zijn zogenaamde afgeleide eenheden. Die kun je maken uit Twee of meer van de basis eenheden. Nou, een voorbeeldje is de dichtheid. De eenheid van dichtheid is kilogram per kubieke meter. En die is dus afgeleid van de eenheden meter en kilogram. Ook die afgeleide eenheden hoef je niet altijd zelf uh, uit te vogelen, want uh, een groot aantal daarvan kun je vinden in BINAS tabel 4. Maar uh, je kunt wel rekenen met eenheden. En je werkt met eenheden eigenlijk ongeveer hetzelfde als met getallen. En ik wil dat nog even laten zien aan de hand van een voorbeeld. En een voorbeeld is de tweede wet van Newton. Die luidt F is m a. Stel nu ik zou onderzoek willen doen naar de eenheid van kracht, de kracht. De eenheid van F. Dan kan ik dat al aangeven door haakjes om de grootheid te zetten. Dit is een definitie. Als je die haakjes ziet staan, dan staat er eigenlijk: ik ben geïnteresseerd in de eenheid van F. En wat geldt nu voor de eenheid van F? Die is gelijk aan de eenheid van de massa. Maal de eenheid van de versnelling. Wat altijd moet gelden bij een natuurkundige formule dat de eenheid links van het is-teken gelijk is aan de eenheid rechts van het is-teken. Nu weet ik al best veel over die eenheden rechts van het is-teken, want de eenheid van massa is natuurlijk de kilogram, dat is een basis eenheid. En de eenheid van versnelling, die heb je al eerder gezien, is een afgeleide eenheid en die is gelijk aan meter per seconde in het kwadraat. Dan weten we nu dus ook dat de eenheid van kracht gelijk is aan kilogram maal meter per seconde in het kwadraat. Nu hebben we voor uh, kracht ook een afgeleide eenheid uh, uh, gevonden en dat is de Newton. En we hebben nu dus achterhaald dat de afgeleide eenheid Newton uitgedrukt in de basis eenheden gelijk is aan kilogram maal meter maal seconde min 2. Let weer op die min 2, ik laat hem hier expres nog een keer terugkomen, is dus hetzelfde als dat je zegt gedeeld door seconde plus 2. De samenvatting van deze erg lange uh, webles. Wat hebben we uh, bekeken? We hebben gezien dat alle meetwaarden waarmee we werken in principe altijd een onnauwkeurigheid bevatten. Die onnauwkeurigheid kun je aangeven uh, door rekening te houden met uh, het aantal significante cijfers waarin je deze meetwaarde opschrijft. Je moet hier vaak gebruik maken van de natuurwetenschappelijke notatie, wil je juist blijven werken met die significante cijfers. Wil je verschillende meetwaarden met elkaar uh, vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken, dan moet je ge uh, gebruik maken van de vuistregels voor significantie. En we hebben nog even gekeken naar de eenheden. Er bestaan zeven basisgrootheden en eenheden. En alle andere eenheden zijn hiervan afgeleid. Ik kan me voorstellen dat het allemaal erg snel ging in deze les, want we hebben heel veel uh, belangrijke dingen uh, behandeld. Wil je uh, een aantal verschillende thema's. Nog een keer rustig terugkijken. Dan kan dat. En dan kun je doorklikken naar een van mijn uh, andere filmpjes. Die gaan over een onderdeel dat ik hier heb uh, behandeld. Succes!